Zwarte Brand, met wie heb ik de eer? Ik zit hier met Roy Braam. En wat weet je allemaal over deze organisatie te vertellen? Ja, ik ben door de heer Van de Hoofdakker gevraagd om mee te helpen aan het organiseren van de Vanencompetitie, of van de Jeugd Kraatdag. Het is georganiseerd door de KPN. Het is eigenlijk een breedte sportdag voor alle jeugdkraatkaars. Oké. En er zijn verschillende workshops die ze krijgen? Juist, ja. Ja, we hebben geprobeerd om van alle aspecten van karate en vooral een beetje de nieuwe dingen hebben we geprobeerd om wat leuke workshops te organiseren voor de kinderen. Ze komen heel veel jeugd op af eigenlijk, op deze sport. Ja, er hebben zich inderdaad bijna 400 deelnemers ingeschreven en er zijn er nog op bijgekomen. Dus we hebben echt bijna 400 deelnemers op deze dag. En waar komen ze allemaal vandaan, het hele land? Het hele land. Ja, vanochtend vroeg waren er om 9 uur al mensen uit het noorden van het land. Dus echt het hele land zijn allemaal mensen gekomen. Allemaal naar de binnen in deze. Precies, ja. En bevalt de accommodatie? Ja, ja, de zalen worden wel een beetje warm met 400 kinderen. Maar op zich is het goed te doen, deurtje open en de accommodatie valt goed. Want we hadden natuurlijk een 4 zalen accommodatie nodig. En dat zijn er niet zoveel. En deze accommodatie was daar geschikt voor. Voor herhaling vatbaar. Ja, zeker, denk ik wel. Mooi in het midden van het land, dus is goed te doen. Dan zien we jullie vast wel een keer terug. Dat denk ik wel. Bedankt. Dank je wel. Gisteren op bed ingegaan, maar hij zei ik wilde bij zijn en dat waardeerde ik wel.
bijzonder. En hij heet dus Rick Hof. En dan ga ik even naar de mensen die daar achter staan. En dat zijn een groot aantal, maar we hebben te maken gehad met grote groepen karateka's. En we wilden die graag van de ene plaats naar de andere plaats. Het zijn jonge kinderen en daar hebben we veel mensen voor nodig gehad. En ik wil aan ieder daarvoor hartelijk danken. Kom natuurlijk, ik wil het doen met een bloemetje, maar er is vandaag met zoveel enthousiasme lesgegeven en zijn meer instructeurs gebleven dan dat het eigenlijk in eerste instantie gevraagd hebben. Dus ik heb er niet voor iedereen een bloemetje, maar de belangrijkste mensen krijgen in ieder geval een bloemetje, de andere hebben we eventjes een tuin uitgemaakt. Ik ga hem nog recht brengen, maar kom gewoon voor je. We beginnen met Frank. Frank, nogmaals, hartelijk dank. En naar Mitchell, hartelijk dank. Nena, hartelijk dank. Hartelijk dank. En we gaan naar Kimmy. Hartelijk dank. En natuurlijk, mevrouw, maar wij hebben een boekje gekregen, maar we hebben het niet meer, maar ik zorg dat hij alsnog een boekje krijgt. Dus dat komt allemaal goed, dat is een onderling overleg. En, nee, die komt er mooi uit voor je. Nee. Ja. En Adriaan en Marijn. En dan geef ik de mensen daarachter. Roy, mag je vijf achteraf komen. We hebben twee gasten vandaag van het CEO Anheim, die ons geholpen hebben. We zijn er heel blij mee. En die krijgen een bloemetje. We geven de dames een bloemetje. En voor de rest. De mensen die daar kennen van de sportschool, die zal ik persoonlijk nog zorgen dat zij even herinnerd worden aan hun bijzondere bijdrage vandaag. Nogmaals hartelijk dank. Karateka's, laten we nog even horen vanaf deze kant. Ja, dat is iets te laat, iets te zacht, iets te luider. Gaat ie! Karateka's, hartelijk dank. Ik hoop dat jullie een plezierige dag hebben. Luister even op de website van de Jeugd Karatedag. Staat inmiddels het formulier wat je kunt invullen. Een soort evaluatieformulier. Daarom kun je aangeven of je het leuk vindt of dat je het niet leuk vond. In ieder geval, wij zijn heel geïnteresseerd in wat je ervan vond. En let op diezelfde website komen binnen zeer korte tijd allerlei foto's en filmpjes van deze dag. Hartelijk dank. Wel thuis, goede reis, ouders, hartelijk dank voor uw aanwezigheid.